de zoveelste keer hebben we als Nederland geld gegeven aan goed bedoelde hulpclubjes die toch geen goed bedoelde hulpclubjes waren. Maar gewoon terroristische organisaties. En aangezien dat dus niet de eerste keer is, kun je je afvragen, leren we dan helemaal nergens van? Het is nu de zoveelste keer dat geld wat we aan groeperingen geven in verkeerde handen komt. In terroristische organisaties, dit keer in Palestijnse terreurorganisaties. Niet al te lang geleden stond hier in de Kamer iedereen op de tafel te springen van boosheid. Omdat dat geld in Syrië verkeerd aankwam. En ook naar de verkeerde. Hebben we dan niks geleerd? Blijkbaar. Dat was wat ik dacht. Daar lijkt het wel op inderdaad dat misgegaan is. Maar heel zeker weten we natuurlijk niet. Maar Elsevier haalt een aantal zaken nu boven. Waar wij samen met de ChristenUnie, dus SGP en ChristenUnie, samen ook vragen over hebben gesteld. Dus hebben we zojuist ook gezegd van eerst die vragen beantwoorden. En wat ons betreft dan ook een debat erover. Want ja, daar lijkt hier inderdaad wel iets niet op de goede plek terecht te komen. Het is natuurlijk het domste van het domste wat je kan doen. Ontwikkelingssamenwerking staat altijd al onder druk, hè? Als je geld aan het buitenland geeft, geef het dan verstandig uit. En als je dan ook nog eens aan terroristen geeft, ja, dan is het game over, mevrouw Kaag. Mevrouw Kaag, dat stukje in Elsevier vandaag over die centen die naar de verkeerde Palestijnse handen zijn gegaan. Hoe heeft u dat gelezen? Nou, ja, het stuk, ik heb even de hoofdlijnen gekeken. Wat er belangrijker is, dat ik dit al gemeld heb in een Kamerbrief. Er is een onderzoek gedeeld met de EU, met een groot aantal Europese lidstaten, waaronder Nederland, over financiering en aannames daarover. Deze financiering gaat voor Nederland naar een aantal, via een VN-organisatie naar een aantal Palestijnse organisaties. Op dit moment wachten wij een onderzoek van de Europese Unie af. En de meeste Europese lidstaten vonden de kwaliteit van informatie niet dusdanig dat ze hun financiering wilden stopzetten. Wij wachten de Europese Unies interne onderzoek af en we kijken dan verder wat we zelf doen. We hebben meer informatie nodig. Dus wij handelen alles heel zorgvuldig af. We zijn het enige land geweest dat financiering überhaupt heeft stopgezet aan de UAWC. Dus we kijken er heel scherp naar, maar we hebben informatie uit veel bronnen nodig om het goed te kunnen wegen in het belang van een ieder. Dus dank. Op dit moment zegt u van het is nog niet, ik had nog een vraag eigenlijk. U zegt van op dit moment zegt u niet van, dat het klopt wat erin staat. U wacht nog op een onderzoek. Wij wachten op onderzoeken. Het is heel belangrijk dat je uit allerlei bronnen alles weegt. En op dit moment hebben andere lidstaten aangegeven dat zij de informatie zelf niet navenant achten om een ander besluit te nemen. Maar ik wil het zorgvuldig allemaal tot op de centimeter zelf onderzoek laten doen. Wij hebben al een onderzoek lopen, dat wachten we ook af. Dat wordt ook gedeeld met de Israëlische autoriteiten die juist ook nog informatie aannemen. Er lopen verschillende trajecten. Ik vraag mij echt oprecht af, wordt daar goed onderzoek gedaan vanuit Nederland waar het geld terechtkomt? En dan bedoel ik ook gewoon op locatie. Dat je daar gaat kijken, wat gebeurt er met het geld? Dat weet ik niet, want ik kende deze specifieke zaak niet. Maar ik vind het een hele goede tip. Ik vind het echt, je moet elke euro daar natuurlijk controleren. Want het moet niet naar Hamas gaan die raketten afstuurt op Israël. Ja, maar het is best naïef hè, als we dus blijkbaar niet leren. Van wat je kan tegen een kind zeggen, hier heb je een euro. Maar je mag er geen snoep van kopen, maar jij eens raden wat ze gaan kopen. Ja, precies. En dat is natuurlijk bij ontwikkelingshulp al 50 jaar is het lastig. Want dan hoor je weer dat het geld in de zakken van dictators belandt. Miljoenen. En dan denk je, kom op, nou dat hadden we dus beter niet daaraan kunnen besteden. Ik ben heel erg voor humanitaire hulp. Ik ben ook voor noodhulp. Maar je moet wel opletten dat het niet in de verkeerde zakken verdwijnt. Daar rijden ook heel veel twijfels bij de controle op het geld uitgeven aan dit soort organisaties. Hè? Want ze zijn het lijkt erop alsof ze voor het lapje zijn gehouden en dat er een spelletje is gespeeld. Ja. Maar je hoort toch ook wel dat er nauwelijks echt controle daar is op waar dat geld naartoe gaat. Ja, nee, dat klopt. Ik ben zelf anderhalf jaar geleden, net voor corona, dat is bijna 2 jaar geleden inmiddels, in Israël geweest. Daar hebben we ook gezien bij een organisatie waar gelden naartoe gaan, waar dat terecht komt. Dat is ook een van de redenen dat we al eerder een keer vragen hebben gesteld en nu weer. Maar die controle lijkt inderdaad wat, nou, niet al te best. Nu speelt dat op meer gebieden bij ontwikkelingssamenwerking. Dus ik heb ook voorgenomen deze periode ook strakker te kijken waar al die miljarden die we overal instoppen, waar die ook naartoe gaan. Want het moet wel echt, wij vinden het heel goed om anderen te helpen. Maar het moet ook wel echt effect hebben. En dat willen we ook graag gewoon zien. Van wat doet het echt? Niet alleen hier, maar ook in de rest van de wereld. Is dat van invloed op de motie die kort geleden is aangenomen, die ingediend is door mevrouw Simons en Denk? Om steun weer te intensiveren qua financiën richting Palestina? Nee, dit zijn projecten van het verleden, van kabinet Rutte 2. Organisaties die dat toen... Heeft hier geen invloed. Dat zijn allemaal aparte trajecten. Maar bent u daar niet bang voor dat het weer helemaal misgaat? Net zoals wat een paar jaar geleden in Syrië is gebeurd? Wat bedoelt u? Nou ja, daar zijn toen ook centen gewoon in de verkeerde handen gevallen. Die we gegeven hebben aan... Overal ter wereld, in crisisgebieden. En waar de Nederlandse ambassade niet altijd zelf naartoe kan gaan. Als je kijkt inderdaad naar Syrië of bijvoorbeeld in Afghanistan vanwege veiligheid. Het is altijd heel belangrijk dat we onze risicoprotocollen aanscherpen. En daar is Buitenlandse Zaken ook mee bezig. Maar dat vergt een beetje tijd om nog een keer beter te kijken hoe wij mogelijk risico op mogelijke fraude of misbruik dat kunnen tegengaan. Want dat is natuurlijk van de hoogste orde. Maar er zit altijd een risico in dus. Er is in het leven, ik vrees ook in Nederland, een risico. Helaas hebben we ook in Nederland af en toe situaties waar dingen misgaan. En dat is zo. Maar in het buitenland met belastinggeld willen wij ons helemaal zeker stellen dat we ons best hebben gedaan om de risico's op het hoogste niveau te kunnen minimaliseren. Helemaal uitsluiten, dat kan niemand ooit beloven. Is dat dan gewoon een risico wat je moet accepteren? Je zegt van nou, 20% van wat we uitgeven komt gewoon in verkeerde handen. Dat moet je nooit accepteren. En dus ben ik het met jou eens. Je moet daar naartoe gaan. Bij wijze van spreken met je geld. Daar naartoe gaan. Op de grond. En zeggen oké, ik wil nu zien waar dat geld heen gaat. Als het niet goed wordt besteed, krijg je het niet.